allebei onszelf kunnen kwalificeren als sterke, krachtige vrouwen. Met dank aan onze oma's. Ja, een van de oma's van mijn vaders kant, die... Het is een prachtige herinnering als wij dan vroeger naar ze toe gingen. En dan werden we wakker en dan rook je al dat ze bezig was met het ontbijt. Ja. En dan ging je naar de binnenplaats en dan zat ze voorovergebogen over zo'n grote pan. Tuurlijk, we kennen de harira soep, hè, allemaal, ja, als Marokkaans gerecht. Maar zij maakte ook heel vaak de chicha soep. En dat was een hele simpele soep. En daar ontbeet ze altijd mee. En, dat was zo ontzettend lekker. Heel vaak als ik die soep dan nog drink, dan denk ik echt aan dat moment van in de ochtend dat zij dan over die pan gebogen stond. Dus voor jou zit ook die kracht van jouw oma's ook in hun kracht van het koken? Oh, absoluut. Maar dat heb je bij elke Marokkaanse vrouw die ik ken. Onze liefde zit ook in eten. Mijn man en ik zijn sinds een paar jaar veganistisch. En dan denk je, hoe kan dat in de Marokkaanse keuken? En dat kan heel goed. En we hebben geleerd om op een andere manier te kijken naar eten. En we hebben geleerd om op een andere manier te genieten van het eten. Ik heb bijvoorbeeld, omdat ik zelf geen vlees meer wil eten... Mm-hmm. Of alleen maar goed vlees wil eten... een tagine gemaakt met jackfruit. Ik miste heel erg die geur in huis van uren stoven... Mm-hmm. Mm-hmm. In dat tagientje en dat aardewerk wat dan smaak afgeeft. Ja. Dus met dat jackfruit, dat werkt perfect, echt, hè? Ja, dat werkt. Noem jij het dan nog steeds... jouw Marokkaanse tagine? Oh, zeker. Tagine is tagine. En is het dan Marokkaans omdat jij het maakt? Of is het Marokkaans omdat je de technieken gebruikt uit de Marokkaanse keuken? Wat maakt het voor jou Marokkaans? Het hele proces maakt het Marokkaans. Ik bedoel, mijn Hollandse buurvrouw kan ook een tagine maken en dan blijft het ook Marokkaans. Het gevoel en de ervaring eromheen blijft Marokkaans. En die twist en die turns en de interpretaties en... alles wat het van jou maakt, dat maakt het bijzonder. Ik vind dat fluïde. En het eten kan cultureel fluïde zijn. Dat is een onderdeel, dat past denk ik ook wel bij de samenleving. En hoe wij als Marokkaanse Nederlanders ons hebben ontwikkeld, is ook fluïde. Ja. Maar is Marokko dan voor jou omaland of vaderland of moederland? Ja, het is wel omaland. Ik heb daar altijd hele mooie gevoelens bij. En ook al zijn ze er niet meer, mijn oma's. En larhamom. Maar hun spirit is er wel altijd. En ik geloof dat ze altijd bij me zijn. En je ontleent er je kracht aan. Absoluut, ja. Dus ik heb op oma's. Op oma's.